Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweetjes. Decennia geleden was het modelgamma van BMW heel overzichtelijk. Je had een sedan en die was leverbaar als tweedeurs en als vierdeurs. En later kwamen er coupés bij, cabriolets, stationcars, sport utility vehicles en MP4's notabene. Maar er is één conceptmodel van BMW en dat is een buitenbeentje. Dat is de GT. Maar weet u waarom BMW met die GT is gekomen? Ja, de SUV was aan het begin van deze eeuw enorm in opkomst. Maar dat zorgde er ook voor dat er tegenstanders kwamen. En die mensen vonden de SUV te groot, te zwaar en te veel CO2 uitstoten. Ja, en er kwamen zelfs negatieve reacties. Banden werden lek gestoken, auto's werden in brand gestoken. En dat ontging natuurlijk de auto-industrie ook niet. Bijvoorbeeld Mercedes, die zwakte het design van die M-klasse zwakte ze af. Hij werd minder stoer, hij werd wat liever. En Mercedes-Benz introduceerde als alternatief de R-klasse. BMW had hetzelfde in gedachten. Die wilde ook met een multifunctionele ruimteauto komen. Maar toen bleek dat die Mercedes R-klasse een verkoopflop was, gooide BMW acuut het roer om. En zo ontstond de GT. Een grote, ruime, praktische auto met een hoge zitpositie, à la Sport Utility Vehicle, maar met een hele vriendelijke lijn, met een heel ruim interieur en met praktische mogelijkheden. Zoals je al ziet, die coupé-lijn, die hatchback-lijn, uiteraard een grote vijfde deur, maar die grote vijfde deur, ideaal voor als je de paardensport bedrijft, of je wil gaan duiken, of je wil gaan golven. Maar als je de wekelijkse boodschappen doet, volstaat een kleine achterklep à la een sedan. En zo ontstond het GT-concept als alternatief voor de SUV op het moment dat de auto-industrie niet wist of de SUV zou doorbreken of dat de SUV niet langer geaccepteerd zou zijn. En als we dan vandaag de dag kijken, is ongeveer een kwart van de totale autoverkoop is een SUV. De SUV is niet meer weg te denken. Maar BMW die houdt vast aan dat GT-concept. Want naast die hele familie X1, X2, X3, X4, X5, X6, komt er ook nog eens een keer een X7. Maar zal er nog altijd een GT blijven bestaan. Want deze 5 GT is in februari voor het laatst gebouwd, maar krijgt in november van dit jaar een vervolg in de vorm van de 6 GT. En dat model is dan weliswaar iets lager, iets langer, maar die zal het concept van die GT behouden.